Kunstenaarscollectief Pavlov verbaast zich over de plannen van het stadsbestuur om de subsidie voor het Medialab stop te zetten. Het gaat weliswaar nog om voorlopige plannen, maar het zou het einde van Pavlov betekenen. Pavlov is verantwoordelijk voor het project Dromen over de toekomst, waarbij bedden op de grote markt werden gezet. En enkele jaren geleden voor het project Kunst vanaf de daken tijdens Noorderzon. De plannen van het college om de subsidie stop te zetten werden bekendgemaakt via de cultuurnota. Hierin valt te lezen dat de structurele subsidie niet wordt verlengd en dat zij nu afhankelijk worden van incidentele subsidie, waarbij voor elk project afzonderlijk geld moet worden aangevraagd. Vooral de manier waarop Pavlov de plannen te horen kreeg, schoot in het verkeerde keelgat. Wij kijken vooral naar de hoofdlijn, naar de manier waarop het is gebeurd. En daar zijn wij allereerst heel boos over. Het is op te 11 uur aan de directie meegedeeld zonder enige motivatie. Vorige week donderdag hebben we de collegenota gekregen. Er staat een inregel in: Pavlov geen subsidie. 5 mensen op straat betekent dat en wordt verwezen naar de kunstenaad advies. Nou, en als je dat goed leest, dan komen we er ook niet helemaal uit. Dus we zijn vooral boos over de manier waarop zonder enige discussie 5 mensen op straat worden gezet. Omdat het gaat om voorlopige plannen en er nog geen discussie met het stadsbestuur is geweest, heeft het collectief nog hoop op een goede afloop. Wij hebben hele goede argumenten om de sterke kanten van Pavlov opnieuw te belichten en vorm te geven. We hebben hele belangrijke steunverklaringen, onder andere van Noorderzon en het nieuwe Forum in oprichting. Die snappen heel goed wat Pavlov doet. Die beide zeer sterk staan in het stadscultuurveld. En ik verwacht dat de wethouder onze noodkreet toch serieus neemt. En dat we een debat kunnen aangaan. Ook binnen de fracties verwacht ik dat ook een aantal partijen, dat hebben we ook al aan fractiebezoeken op het Pavlov Lab gemerkt, gewoon echt verbaasd zijn van waarom nou juist Pavlov de stekker eruit. In september valt de definitieve beslissing over het al dan niet voortzetten van de subsidie voor Pavlov.